Op het Herman Wesseling College werd afgelopen zaterdag 12 februari een grote auditie gehouden voor een nieuwe film. En werd gestreden om een van de 8 belangrijke rollen voor de verfilming van het boek Razend van Carrie Slee. Er hadden zich zo'n 5000 jongeren uit het hele land aangemeld. Ik kom auditie doen voor Razend. Ik ga auditie doen. Ja, ik kom uit Limburg. Ik kom uit Born, ook uit Limburg dus. Ik kom uit Hilversum, uit Noord-Holland, uit de Mediastad. Ik kom uit Veldhoven, Brabant. Ik kom uit Papendrecht, uit Zuid-Holland. De auditie bestond uit een deel drama en eventueel een klein stukje breakdance of een coole move van totaal 10 seconden. Razend is de 5e verfilming van een van de boeken van Carrie Slee. Het boek vertelt een verhaal over de jonge Sven die mishandeld wordt door zijn vader. Heb je iets speciaals met het boek van Carrie Slee? Ja, ik vind het wel mooie boeken en het grijpt je wel aan en zo. Maar... Je zat toch vroeger bij ons op school? Ik zit op het HWC en we krijgen nauwelijks huiswerk. Namelijk 3 uur trainen per dag. Het loopt een beetje goed vandaag. Ja, het loopt eigenlijk best goed. Het loopt allemaal heel rustig en er zijn heel veel mensen, maar het is wel heel gezellig. Ja, er zijn nog meer rondes. Volgens mij zijn er in totaal 5. En dus het ligt er echt aan hoeveel mensen leuk zijn en goed zijn en door kunnen. We hopen zoveel mogelijk natuurlijk. Hoe ging het? Ging wel oké. Ging wel goed. Ik was wel zenuwachtig, maar voor de rest ging het wel goed. Met film, waarom draai je je hoofd af als de camera komt? Omdat ik het een beetje eng vind. Denk je dat het dan straks gaat gebeuren? Ik heb eigenlijk geen idee. Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan zoiets. Dus... Ja, het ging redelijk goed. Ik kreeg ook complimenten van Dave, dus dat is altijd goed. Het scenario is geschreven door Dick van de Heuvel in samenwerking met Maria Peters. Kom een keer kijken, dan kun je zien hoe het gaat. Oké, ik kom een keer met Sam mee. In de auditieruimtes waren ervaren mensen uit de filmwereld aanwezig, waaronder regisseur Dave Schram. Hij is onder andere bekend van de films Timbuktu en Radeloos. Wow, heel mooi gedaan hoor. Hartstikke goed. Ja, ik ben de regisseur van de nieuwe film Razend. Dat klopt. Oké, heeft u al veel talenten gezien? Ik heb er al heel veel gezien vandaag. Ja, het is, ik merk dat er is zoveel meer talent in Nederland dan we denken. En dat merk je op zo'n dag als vandaag, waarin zoveel kandidaten voor de camera komen. Er zit altijd talent tussen. Zoals nu nemen we een Carrie Slee film op, dat duurt meestal een jaar. Maar we hebben nu net ook Sonny Boy opgenomen, dan zijn we 4 jaar aan het werk. Ook scenario-schrijfster Maria Peters, onder andere bekend van Kruimeltje en Sonny Boy, nam samen met Quinten Schram, die Pietje Bel speelde in de gelijknamige film, audities af. Camera, loopt. En actie. U heeft het script geschreven, klopt dat? Nou, niet helemaal. Dus Dick van de Heuvel heeft sowieso het script geschreven. Maar ik ga er nu wel nog aan herschrijven, dus we gaan samen het script doen. Wij vinden dat de kinderen echt ontzettend veel kunnen en sowieso is het al enorm moedig dat ze dit durven en het is heel leuk om te zien. Ja. De opnames van Razend gaan in mei van start en de film is vanaf oktober in de bioscoop te zien. Maar we hebben er heel erg zin in. Het wordt een hele mooie film.